Met een elektrisch verwarmingselement wordt de radiator warm zonder dat u daarvoor de cv-installatie in werking hoeft te stellen. Een elektrische radiator is daarom dé ideale oplossing als er in de ruimte geen aansluiting voor een centrale verwarming is. In deze video laat ik u stap voor stap zien hoe u een elektrisch verwarmingselement aansluit. Allereerst haalt u de radiator uit de verpakking en legt u deze op een vlakke ondergrond. Plaats het verpakkingsmateriaal tussen de radiator en de ondergrond om schade te voorkomen. Verwijder vervolgens aan de onderzijde van de radiator de blindstop uit de stromingsbuis. Het maakt geen verschil of u het element in de stromingsbuis van de aanvoer of de afvoer installeert. Gebruik een geschikte steeksleutel en draai het verwarmingselement in de stromingsbuis totdat het stevig in de radiator zit met het scherm aan de voorzijde. Draai niet verder door dan nodig is. Dicht is dicht en vast is vast. Ik wil u er attent op maken dat u nooit aan de besturingseenheid moet draaien om het element in de radiator te schroeven. Het is daarnaast niet nodig om de schroefverbinding af te dichten met teflontape of hennetouw. Het extra dikke afdichtingsrubber garandeert een goede afdichting. Vul hierna de radiator met 80% water en 10% antivries. De beste manier om te bepalen hoeveel liter er in de radiator moet, is door deze eerst te vullen met water, om dit vervolgens in een emmer met literaanduiding leeg te gieten. U weet dan exact hoeveel liter er in uw elektrische radiator moet. Vermijd ontvlambare of andere gevaarlijke stoffen. Verkeerd afvullen van de radiator kan ertoe leiden dat deze niet functioneert of in het ergste geval dat het verwarmingselement doorbrandt. Om dit te voorkomen beschikken onze radiatoren over elementen met een ingebouwde thermische beveiliging op basis van meerdere sensoren. Deze meten de temperatuur en schakelen de thermische beveiliging in als het verwarmingselement zijn warmte niet kwijt kan. Bijvoorbeeld als blijkt dat de radiator onvoldoende gevuld is. Schud de radiator tijdens het vullen om er zeker van te zijn dat er geen lucht meer in de radiator zit. Monteer tot slot de blindstop om de opening af te sluiten en installeer de radiator volgens de meegeleverde instructies. Let erop dat u nooit de stekker in de stopcontact steekt voordat de radiator is gevuld. Ik wens u een maximaal geslaagde installatie toe.